Ondanks het regenachtige weer stond het dorpsplein in Zoeterwoude zaterdagmiddag in het teken van Halloween. Ja, we hebben een ontzettend leuk griezelig Halloweenfeest met ontzettend leuke Halloween pompoen uithollen. Er wordt geverfd voor de jongere generatie. We kunnen schminken. Ik zie al heel veel zombies, spoken en vampieren voorbij komen. Glittertatoeages kan je hier ook zetten en de bingo is ook hot and happening. De middag is een initiatief van de mensen die het jaarlijkse dorpsfeest organiseren. Ze deden het dit jaar voor het eerst. We wisten ook niet wat we konden verwachten eigenlijk. Zou het druk worden? Zouden we misschien maar 10 kinderen hier krijgen? En ik heb net gehoord dat binnen het uur alle 80 pompoenen al op waren. Dus ik denk dat we het al een klein succesje kunnen noemen. Dus het is in ieder geval erg leuk. 'S Avonds konden jong en oud tussen het trick-or-treaten door griezelen in het clubhuis van de scouting. Wij doen dit eigenlijk al heel wat jaren. En eigenlijk met alle stafleden en ook voor alle mensen die op de scouting zitten. We hebben eigenlijk altijd een succesvol spookhuis gehad. En eigenlijk dit jaar is voor het eerst dat iedereen welkom is in Zoeterwoude en omstreken. En dat wordt heel goed ontvangen door ouders en door kinderen. Ja. Ik weet echt niet wat ik verwacht. Ik denk dat het best wel spannend is. Want je hoort de muziek al en het is vuur overal. En ik heb er vooral heel veel zin in. Mijn vader die zit in het tehuis, maar ik krijg geen contact meer met hem. Ik stuur brieven, maar hij reageert niet terug. Ik maak me gewoon heel erg zorgen. Ja, ik had heel graag zelf willen lopen, maar ik loop met krukken. Ik kan niet door het bos, ik kan niet door het moeras. Ja, ik zou gewoon bang zijn dat er wat aan de hand is. En ja, ik hoop dat ze hier tenminste voor mij kunnen kijken wat er met mijn vader aan de hand is. En als het maar goed gaat, ik hoor zulke slechte verhalen over het slot. Hoe is het tot nu toe? Vertel eens, hoe is het binnen? Eng. Wat heb je allemaal gezien? Een skelet die beweegt. Nou, ik vind het leuk. We zeggen ook een eng moerasmonster en wij denken de hele tijd dat het iemand is die wij kennen. Dus ja. Wie denk je dat is? Jonas. Nou, het wordt spannend vanavond. Ik ben benieuwd of iedereen er levend uitkomt. Het was wel eng. Ja, dat echt. Ja. En wat heb je dan gedaan als je het heel eng vond? Gewoon gillen. Dat helpt? Nee. Nee, gewoon niet. Nee.